Nou, deze dame kent u zo langzamerhand. Karin Enke. Goud op de 1000, goud op de 1500, zilver op de 500 meter. En zij zal het dan moeten doen, want haar tegenstander Nancy Swider, die u hier ziet, zal daartoe niet in staat zijn. En als ik zeg zij zal het moeten doen, bedoel ik een aanval te plegen op die schitterende tijd van Andrea Schöne, die 4:24.79. Het is jammer dat hier dokter niet staat in dit ritje in plaats van Swider. Want dan had het echt heel leuk om kunnen zijn, want dokter durft mee te gaan en Swider heeft net niet de klasse daarvoor. Hier is Enke. Tweemaal goud, één keer zilver. Goed, Karin Enke dan tegen Nancy Swider gestart voor haar 3000 meter rit. Ik ben verschrikkelijk benieuwd. Schöne opende ontzettend snel, kreeg het verval in de allerlaatste ronde pas. Tot die tijd ging het heel goed. En eens kijken wat Enke kan. De opening. 20 blank, pak een beet. Daar zijn we al 2/10 sneller dan Schöne was. Ja, als je wil winnen moet je hard van start gaan. En we volgen Enke in haar 3 kilometer. Kijken of ze dit ook aan kan. Tweede op de 500, winnares 1500, winnares 1000 en nu de 3 kilometer. 600 meter. 52,7, 2/10 seconde sneller dan Schöne. 55,9. Daarvoor Swider. Pardon. Enke is overigens op deze Olympische Winterspelen tot nu toe de meest succesvolle deelnemster. Met haar 3 behaalde medailles, daar is nog niemand tot op heden in geslaagd. In welke sportdiscipline dan ook. Deze Swider is afkomstig uit Illinois. Gaat van een paar jaar, luistert absoluut niet. Terwijl we hier de tussentijd van Enke hebben in 1:27.08 en dat is langzamer dan Schöne. Luistert absoluut niet naar haar coach, omdat ze geen enkel geloof heeft in wat Diane Holland doet. Ze heeft haar eigen schema's, die Swider, die ze van een zwemtrainer heeft overgenomen. En ze traint dan ook op een zwemmanier, zegt ze zelf. Ja, en Enke, ik weet het niet. Ik heb nog niet de indruk dat het echt zo zou moeten gaan zoals het gaat. Nee, het is niet dat je die echte tijd wilt halen. Nee, kijk, 2:02.05. Daar ben je er al, want Schöne had 2:00.09. Je kunt het ook zien, het gaat niet zo makkelijk als dat met Schöne ging. Ze moeten tegenwerken tegen zichzelf. Nee, Enke is niet in de vereiste topvorm om hier een formidabele 3 kilometer neer te leggen. Nou had ik dat niet van tevoren gedacht hoor. Ik denk dat ze het keurig verdelen ook, die Oost-Duitsers. Dat Schöne en Schönbrunn voor deze gouden medaille mogen knokken. Rotenburger heeft heel keurig zijn ding op de 500 meter. De tussenafstanden zijn voor Enke. En dan is metaal keurig verdeeld over de hele ploeg. Hier is de 1800 meter en die gaat in 2:38.1. Daar had Schöne 2:35.8. Het mogen dus duidelijk zijn dat Schöne hier voor blijft. Het is ook te zien aan Enke. Zwoeg schaatsen. Drie 11:06 was de tijd voor Schöne. 3:14.23 is daarvoor Enke. Ja, het verschil is daar. Het wordt niet echt veel groter ten opzichte van Schöne. We weten dat Schöne een hele zwakke laatste ronde had. Dus Enke zal best in de buurt blijven, maar winnen is een ander verhaal. Die tijd van Schöne, 4:24.79, is zo snel geweest. En als je officieuze dingen wilt aanhalen, mag je zeggen dat het een officieus wereldrecord voor laaglandbanen is. Maar dit even terzijde.
De 2600 meter, de bel luidt voor de laatste ronde en die gaat in voor Karin Enke na 3 minuten 50 en 79 honderdste seconde. En dan ligt ze 3 seconden achter op Schöne. En reëel gezien haal je dat niet meer in. Hoewel ze nog goed blijft doorslaan. Die krachtige lange slag zit er nog wel in. Ja, wat er ook gebeurt, ze blijven schaatsrijden, die Oost-Duitse dames. Dat is echt een constatering die je mag maken. Ja, de conditie is daar, dat is duidelijk. En hier komt de eindtijd van Karin Enke. Die dan toch nog redelijk wat inhoud heeft. En op 4:26:33 schrijven wij haar tijd op. En Swider is niet eens zo heel veel weggeraakt. Want de Amerikaanse nummer 2 rijdt hier 4:40:10. En komt daarmee op de vierde plaats en heeft zichzelf hiermee bewezen. Want bepaald sneller gereden dan dat ze ooit gedaan heeft. Dat ze dit jaar gedaan heeft, pardon. Nog even naar Enke kijken. We concluderen dat het nu DDR-DDR is. Op de lijst en dat Pleskova derde staat. Zwaaider vierde, Carleen vijfde en Limbach zesde.